echt, dat is echt een talentje van mij. Dat heeft me echt even goed gedaan. Dat moet ik echt vaker doen. Gewoon. Ik ben zo blij. Goedemorgen. Het is woensdagochtend en ben je met mijn trui aan het spelen? Deze trui is magisch. We zijn ons aan het klaarmaken voor school. Ik ben mijn tas aan het inpakken. En dan gaan we de fiets op. Ja, dan mag je je jas aan en dan geef ik je deze vast. Hier. Wil dat je met de auto gaat? Ja, ik ga niet met de auto. Heb je dat? Oké, nou ga je jas aan doen. En zo, de tas heb ik ook klaar. Ja. Ja, dan kan je een dun jasje, maar wel een jasje. Zij heeft een leuke rugzakje weer. Hij is echt cool. Ik wil eigenlijk die niet aan. Ja, maar toch gaan we die nu even doen, want we gaan nu niet meer switchen. Oh, echt. Mijn fietsband was zacht. Dus het was echt zo zwaar fietsen. Ik ben nou echt een beetje buiten adem. En ik ben hem weer vergeten. Echt, dat is echt een talentje van mij. Ik heb lekker rijstwafels met pindakaas gemaakt. Ik heb mijn rondje in huis wel weer gedaan. In ieder geval, wat ik nu kan doen. Moet over een kwartiertje de deur uit om zelf te halen. Dus ik kan nog wel doen, maar ik ga even spelen. En ik ga lekker Modern Family kijken. Daar heb ik eigenlijk even zin in. Ik heb echt veel gedaan. Ik kom niet lekker mijn bed uit de laatste tijd. Eigenlijk al sinds na de zomervakantie. Het ging heel even iets beter en nu weer niet. Ik snap er echt niks van, want ik ga echt vroeger naar bed dan dat ik voorheen deed. En oké, ik heb niet elke nacht goed geslapen, maar de meeste nachten wel. En ik ben elke keer zo verrot van. En ik heb ook geen kind dat mijn nachten wakker houdt of wat dan ook, dus ik slaap gewoon. Dus ik snap het gewoon niet. Maar ik ga nu even spijbelen en dan zo richting school. Dat heeft me echt even goed gedaan. Moet ik echt vaker doen. Gewoon even een spijbelmomentje. Misschien wordt dat wel gewoon mijn nieuwe vaste ding. Elke dag even gewoon relax momentje. Nu onderweg naar school. Het is gelukkig droog. Kleine meid ophalen. Ik hoop dat het wel droog blijft als we teruglopen. En ja, eigenlijk niks. Het kan ook niet zoveel. Er is weer zoveel dicht. Het is echt jammer. Ik ben zo blij. Ik stond net op het schoolplein en toen keek ik even in mijn e-mail. En toen heb ik een e-mail teruggekregen dat het zebrapad wat ik heb verzocht goed is gekeurd. En dat het er ook echt komt. En daar ben ik echt blij mee, want het is echt een vervelend, gevaarlijk oversteekpunt. En nu loop ik nog altijd mee met Sarah. Maar die komt dadelijk op een leeftijd dat ze daar ook zelf moet gaan oversteken. En met haar zijn hier gewoon heel veel kinderen die daar oversteken. En ze rijden daar zo eng hard. En nu komt dus dat zebrapad. Dus ik ben er echt, echt heel blij om. Ik moest wel lachen, want ik zat natuurlijk nog een Family te kijken. En toen dacht ik, oh, ik ben net Claire. Claire is ook altijd bezig met stopborden of voetganger oversteekpunten of wat dan ook. Toen dacht ik, oh, dat is echt wel mom life, dat je je druk gaat maken om dat soort dingen. Maar goed, ik heb hem. Hij komt er. Echt super. En over 2 dagen gaan ze als het goed is de beleiding doen, mits het weer goed is. Dat vertelde de opzichter gisteren ook. Dus dan zou die er over 2 of 3 dagen misschien al gewoon al liggen. Echt, echt super. En ik ga nu lekker soepie maken. Ik ga even lekker soepie lunchen. Ik ben gezellig weer met Kitty. En dat is best wel een tijd geleden. En ik ben de tafel aan het dekken. Ja, en Kitty eet hier vandaag. Gezellig. Wij gaan film kijken. De film was iets anders dan we verwacht hadden. Wij hadden ja, meer een soort drama verhaal verwacht. Maar het was meer een soort science fiction film. Hij was niet heel slecht hoor, dat niet. Maar ja, het was gewoon niet wat we verwacht hadden. Maar we hadden ook eigenlijk niet echt goed gekeken. Kitty is, ja echt op het moment dat Kitty wegging, kwam Marco echt precies binnen. Dus die wisten elkaar af. Maar het was natuurlijk al wat later, dus heel even met Marco gezeten, maar eigenlijk een kwartiertje of zo. En die is nu net naar boven.
En ik moet eigenlijk ook mijn bed in, maar ik ben nog even een theetje aan het drinken. Oeps, ik ging nog een beetje Modern Family kijken. En toen werd het gelijk weer iets later dan de bedoeling was. Dus ik ben snel alles aan het uitzetten en ik ga mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneer hieronder. En zet hem snel uit, want het licht schijnt heel veel in mijn ogen. Tot morgen. Doei doei.